Hey, en leuk dat je kijkt naar deze winterse video. Dit keer vanuit Den Bosch, ben niet alleen, namelijk samen met Naomi. Hoi. Het was nog maar de vraag of dat ze mee zou gaan, omdat ze zich nu zo lekker voelde. In ieder geval fijn dat ze fit is. Maar in ieder geval, we zitten nu in de hoofdstad van Brabant, ofwel Den Bosch. Op zijn Nederlands, Sertogenbosch. Lopen nou richting de Brabanthalle toe, waar de Brabantse winter is. Volgens mij de eerste keer dat ze dit winterse event organiseren. Vorige week zijn we op het Amsterdamse Winterparadijs geweest, op de Rai. Nou, dat was me goed bevallen, dus waarschijnlijk volgend jaar dat ik daar weer terug ga keren. En heb ik ook vernomen dat ze zoiets ook in Rotterdam gaan doen. Dat waarschijnlijk bij de Ahoy in Rotterdam. In ieder geval, ja, we gaan dus kijken wat ze hiervan hebben gebakken binnen. Er staan natuurlijk ook een paar leuke kermisattracties. Daarom dat ik er ook naartoe ga, samen met Naomi. En ja, we laten ons gewoon lekker verrassen van hoe hebben ze het aangekleed, wat voor sferen. En ja, is het misschien wel even leuk en mooi als op de Rai in Amsterdam. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke winterse video hier vanuit Den Bosch, vanaf de Brabantse winter. Dames en heren, zoals je ziet, we zijn nou net binnengekomen en wat ziet het er leuk, mooi en netjes eruit. Echt waar. Het is echt tot nu toe echt een heel leuk evenement. Als ik het zou naast leggen met het Amsterdamse Winterparadijs, weet ik toch wel dat het op de Rai iets mooier en beter. Maar we zijn hier ook nog wel net binnen. Dit is ook de eerste keer dat ze dit evenement hier doen. In ieder geval naar mij weten. Ik heb nog nooit voorbij zien komen. Maar er staat hier een leuke zweefmolen die Naomi heeft toevallig op de najaarskermis, zoals volgens mij, van Preda Prinsenbeek hebben gedaan. En dan staat er nog een hele leuke cakewolk die ik dan voor het laatst nog op de Tilburgse kermis heb gezien. En die ook bij mij Roosendaal een paar keer staat. Maar laat ons gewoon lekker verrassen wat er allemaal te doen is. En ja, ik zou zeggen, geniet verder van deze leuke winterse video hier vanaf de Brabantwal in Den Bosch. Heb je hier nog iets van een bungee survival parcours? Ja, lachen. Leuk, altijd met de springkussens. En dan hebben we hier dus dan de zweefmolen die we dan op Breda Prinsenbeek hebben gezien. Die thuis ook altijd in Volendam staat. Op de voor- of najaarskermis, op de zomerkermis. En hier heb ik dan toevallig dan nog een rondje opgemaakt op Breda Prinsenbeek. Waar een hele leuke show op zit. Als ze zin hebben, stroboscoop, ledspot, leuke kermis jingles, rook, ja, echt van alles. Ze maken er altijd een heel leuk en mooi feestje van. En thuis komt deze exploitant dus uit Breda. Welkom op de Bondenbaan, hier in de Brabantwallen. Ik denk dat deze gebouwd is bij Sunkit. Want op de banden staat namelijk ook de naam Sunkit. Misschien ook hier in Amsterdam. Oh, zo. En zo even hard. Maar wel leuk om te doen.
deze bandenbaan, ofwel de Tube XXL, hier in de Brabant Hallen, tijdens de Brabantse winter. Nou dames en heren, we hebben dus net de Tube Slide XXL gedaan, dus de bandenbaan die hierachter ligt. Hetzelfde als in Amsterdam. In Amsterdam hebben we de boomerangbaan gedaan, ofwel daar ga je op en neer. Die was al van matte. Ik dacht van, nou, misschien ligt hier wel een beetje nepsneeuw op, doeken. Helaas niet. Ook een matte baan. Ik ben er echt geen voorstander van, want het kan zijn dat je dan rake klappen krijgt. Maar ja, je kan dus leuke spelletjes doen van kerstexploitanten. Toevallig Oudsen staat hier. En de grijpkraan. En als het goed is ook de Eurobal. Kan je hier tevens ook leuke spelletjes spelen van Sonic Games, zoiets. En dan hebben ze hier nog een klein stukje kerstmarkt. En allerlei andere leuke doelactiviteiten. Van allerlei frisdrankfabrikanten, voedselfabrikanten. Hier staat toevallig een stand van Pepsi. Nou, we gaan lekker donen in de donut van Pepsi. Ja, dat was een rondje van de zaak. Ja, dan is hij niet echt zo moeilijk, zou ik zeggen. Trusty for more. Oh, hier lopen we rood. Niet hij is, die kan toppen. Ja, dat kan ook. Wat anders? Ik denk dat we hier Jacko maar wel hebben, anders ben ik de weg kwijt. Ja, we moeten mensen helpen, want anders raak je inderdaad in een dolf de weg kwijt. Dat kan gebeuren. In het voet. Maar, oh, daar lopen we dood. Oeh, sorry. Straks zijn we op de tenen van oma. Nee, daar gaat het niet, denk ik. Oh ja. Ah, leuk, lachspiegels. Merry Christmas. Oh my god. Nou, daar gaan we. Oh. Die kat is ook dood. Ja, is dood. Jammer jong. Jij is ook weer achter moet kunnen raken. Ja. De achterlangs. Nog een paar mensen die de in- of uitgang proberen te vinden. Oh. Een nooduitgang, ja, belangrijk, maar dat is nou niet van belang. Dan moeten we naar de andere kant. Dacht je even dat de uitgang was? Ja, ja. Nee, daar is de ingang en hier is de uitgang. Als ik het goed heb. Want hier is dan de uitgang, zeg maar. Maar dan moeten we nog goed komen. Oh, ja, dood. Oké. Dus zo leuk in het Doolhoven zijn. Als je niet moet onderschatten. Ja, we hebben hem. Ofwel dames en heren, je moet Doolhoven niet onderschatten. Ze kunnen echt moeilijk zijn, echt pittig zijn. Maar dit was een leuktje. Met leuke lachspiegels erin. Nou, echt hartstikke leuk. Ofwel de Doolhof hier op de Brabantse winter. In Den Bosch, in de Brabanthallen. Staat hier ook een stand van HelloFresh. Ja, die verkopen natuurlijk hun dingen. Dus ja. Het ziet er op eerste oogopzichten leuk en mooi aangekleed uit. Maar we gaan nou een hele mooie cake doen van als men nu is weggegaan. Of sowieso uit Bergen op Zoom. Komt die. Staat wel bij ons op de voorjaarskermis in Roosendaal met de nostalgische kermis.
En op Tilburg, allerlei andere kennissen. In ieder geval, ik ken hem wel. Ik ga ook even een lekker rondje lopen. Maar ik heb het mij eventjes niet zo bekend. Volgens mij was het Rema en Wolters. Dat durf ik niet, even niet te zeggen. Maar deze kan je dus ook op verschillende kermissen doen. En hier gaan we dan eventjes in de Brabantwolle doen. Wat wil ik bekeken worden? Rema en Wolters. Nou, dames en heren, we gaan nu de cakehorn betreden van Rema en Wolters uit Bergen op Zoom. We hebben al op verschillende kermissen gedaan, maar we gaan hier gewoon lekker opnieuw doen. Kijken of we hier de lopende banden wel vol speed staan. Maar we gaan beginnen met de loopbruggen. Dan hier de mattenglijbaan. En dan hier nog een lopende band naar boven toe. En kijken of hij hier wel op vol snelheid staat. Want de cakewalk van Roels die in Amsterdam stond, die ging niet zo snel helaas. Dat haalt toch wel een beetje het mooie en het nostalgische weg. Ja, hier staat hij dus ook helaas op langzaam. Meestal gaat hij dubbel of een driedubbele sneller. Maar dat is helaas nu het geval niet. Waarschijnlijk komt dat namelijk doordat er jongere mensen hier ook gebruik van maken. En niet zo gewend zijn als een lopende band op full speed staat. Dus ja, helaas is dat dus hier het geval ook. Maar dat mag gewoon de pret niet trekken. Dus dan kan iedereen deze mooie schitterende cakewalk doen. Uit 1912 volgens mij was het. In ieder geval, we gaan zo meteen met eventjes met de tapijt naar beneden toe. En dat was de cakewalk. Hier van Rema en Wolters. Uit mooie Bergen op Zoom, uit mooie Krabbegat. Nou, deze baan staat dus wel op vol snelheid aan. En we gaan nu naar beneden. Hoppa. Zo. Nou, dames en heren, dit was dus de cakewalk van Rema en Wolters uit Bergen op Zoom. Kom hem tegen op de kermis. Loop lekker rondje erheen. Dat is toch wel een van de oudste van ze allemaal. Maar wel nog steeds een mooi exemplaar om te doen. Nou, dames en heren, dat was dus de cakewalk van Rema en Wolters. Ja, je zo vaak kom je niet tegen. Dus ja, dan kan je gewoon lekker meepakken. Nou, lopen we een zijhoortje in. Ja, het ziet er ook wel leuk versierd eruit. Nou, bijvoorbeeld de biergaard, hè. Hey, kan je altijd een heerlijke bier drinken. Nee, je ziet er leuk en mooi versierd eruit. Het is een leuk, mooi concept. Op het eerste ook opzichten. Maar ja, je kan wel merken en zien dat er wel nog een pril en beginconcept is, de Brabantse winter. Dus dat er nog heel veel aangedaan kan worden. Misschien meerdere hallen bij gaan pakken. Met leukere andere kerstattracties, shows misschien, of weet ik wel. Maar we gaan hier eventjes kijken wat hier allemaal te doen en te zien is. En ik spreek jullie later wel weer. Meisjes, dames en moes, hartelijk welkom bij Juf Roos. Daar gaan we lekker voor zitten, want hier zijn ze, Gijs en Juf Roos. En jongens en meisjes, vandaag is een hele bijzondere dag, want ik heb namelijk een verrassing. Hey, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Jij bent er ook. Hoi. Hey, luister eens, vandaag is een hele, hele bijzondere dag, want ik heb een geweldige verrassing. Maar daar moet juf Roos natuurlijk wel bij zijn, want de verrassing is ook voor juf Roos.
Hebben jullie juffrouw misschien al gezien? Ja, waar dan? Waar? Daarachter? Oh, dan ga ik gauw even kijken. Juffrouw! Gijs? Gijs! Nou, jongens en meisjes, ik kan Gijs echt helemaal nergens zien. We gaan even met z'n allen heel hard roepen. 1, 2, 3. En? Gijs? Juffrouw? Gijs! Juffrouw? Is ze bij jullie? Gijs? Juffrouw? Gijs! Juffrouw? Gijs! Oh, sorry, ik zag je niet. Oh, Gijs, ik schrik me een hoedje. Ja, sorry, heb je pijn? Oké, daar gaan we dan. Hoofd, schouders, ski en ting, knie en ting. Hoofd, schouders, ski en ting, knie en ting. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, ski en ting, knie en ting. Oké, luister goed. Ik heb namelijk een hele leuke verrassing. Ik ga een paar dagen op vakantie. Oh, wat leuk, juffrouw. Oh, op vakantie. Maar wacht eens even. Dat is dan toch helemaal niet leuk voor mij? Dan ga ik je vreselijk missen, juffrouw. Oh, maar Gijs, ik ben nog helemaal niet klaar. Want jij mag met me mee op vakantie. Echt waar, juffrouw? Ja. Wat ontzettend leuk. Op vakantie met juffrouw. Maar Gijs, wat was jouw verrassing eigenlijk? Mijn verrassing? Ja, het was die ook alweer. Wat een lief hondje zeg. Gijs, hoe kom je aan dit hondje? Nou, juffrouw, ik liep vanochtend door het bos. En toen zag ik ineens dit hondje op mij gelopen. Oh. Maar het is wel heel erg lief. Lief is die, hè? Juffrouw, ja? Ik hoorde een begint zo in de struiken. Oh? En toen dacht ik eerst dat het een olifant was. Ik denk niet dat er in een Nederlands bos zomaar een olifantje los rondloopt. Maar Gijs, het zou wel heel erg leuk zijn. Het zou wel heel leuk zijn, trouwens. Ik ken wel een heel leuk olifantje in de zee. Ga je nog eens met mij mee? Spetter, spatter, spetter, spat. En dan word je lekker nat. Olifantje in de zee. Ik heb een hondje gevonden. Ja, Gijs, dit is dan misschien wel jouw gelukkigste dag van je leven. Maar dit hondje is niet van jou, hè? Nee, maar juffrouw, kijk nou. Ja, ik zie het, Gijs, maar luister even goed. Dit is dan misschien wel jouw gelukkigste dag van je leven. Maar iemand anders is zijn of haar hondje kwijt. En dat is dan misschien wel zijn ongelukkigste dag van zijn leven. Oh, een app-hondje gevonden. Nou, dat is handig. Oh, jongens en meisjes, ik moet allemaal vragen invullen over het hondje. Willen jullie me helpen? Ja? Oké, vraag 1. Wat voor kleur is het hondje? Wit. Wit, heel goed. Wit. Wie heeft het hondje gevonden? Gijs, ja inderdaad, Gijs. Oh, en de laatste vraag. Waar is het hondje gevonden? In het bos, inderdaad, in het bos. Kom eens gaan, ik heb lekkere melk voor jou. En voor mij rijst de brei, al wat heerlijk smullen wij. Hondje waf, 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 blijf jij eens van mij lekkers af. Deze koek is van mij. Dat zal vast het baasje van het hondje zijn. Eens even kijken. Oh, beste juf Roos. Ik zou het hondje graag willen ruilen voor een skippybal. Nee, we gaan het hondje niet ruilen voor een skippybal, toch jongens en meisjes? Nee, hè? Nee. Oh, nog een berichtje. Beste juf Roos. Kan het hondje goed zwemmen? Ik zoek namelijk nog een lief zeehondje. Leuk, is het ook een zeehondje? Nee, Gijs. Het is geen zeehondje, het is een normale hond. Deze mensen snappen er helemaal niets van. Nee, we gaan het hondje niet ruilen voor een skippingbal. En het is ook geen zeehond. Nou, klaar. Zeg Gijs.
Weet jij nog wat mijn verrassing was? Ja, iets met vakantie. Inderdaad, dat klopt. De jongens en meisjes hebben je goed geholpen. Inderdaad, want we gaan op vakantie. Tenminste, Gijs, ga je nog met me mee? 1, 2, 3! Ik ben een echte piloot. Wauw, een echte piloot? Jazeker, juffrouw. Ik ben een echte piloot. En mijn helikopter kan heel ver vliegen over alle daken en weilanden en alle Brabanthallen en heel Den Bosch. Oh, nou, piloot Gijs, ik heb een heel leuk liedje over een helikopter. Oh ja. Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee? Slapen in een tent en ons eigen eten maken. En dan hoop ik dat ze 3 zwembaden hebben. Piloot Gijs, wat moet je nou met 3 zwembaden? 1 met warm water, 1 met koud water en 1 zonder water. Piloot Gijs, een zwembad zonder water? Nou, als je nog niet kan zwemmen natuurlijk. Piloot Gijs, ik zit er eerder aan te denken om te gaan kamperen aan het strand. Oh, het is nog een tunnel. Juf Roos, ja? Dit is Tante Til. Ik hoorde dat jullie op vakantie wilden gaan. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie vakantie vieren op mijn boerderij. Lijkt jullie dat wat? Ja. Ja, Gijs en ik wilden inderdaad heel graag op vakantie. Op de boerderij is helemaal leuk. Ja. Hartstikke fijn. Pak je koffer en kom dan maar. Oké, tot zo, Tante Til. 10. Als je blij bent en je weet het, klap dan mee. Als je blij bent en je weet het, klap dan mee. Als je blij bent kun je zingen, als je blij bent kun je springen. Als je blij bent en je weet het, klap dan mee. Als je blij bent en je weet het, stap dan mee. Als je blij bent en je weet het, stap dan mee. Als je blij bent en je weet het, stap dan mee. Als je blij bent en je weet het, zing hip hoi. Ja, als ik op vakantie ga, dan neem ik altijd mijn rugzak mee. En daar doe ik dan al mijn spulletjes in. En als ik dan lekker ga slapen, dan heb ik nodig een... Inderdaad, een pyjama. Dus de pyjama, die kan mooi in de tas. En als ik dan mijn tanden wil poetsen, dan heb ik nodig een... Een bezem. Inderdaad, wat goed voor jullie, maar daar moet natuurlijk wel iets op, toch? Inderdaad, dus ja, de tandenborstel en de tandpasta kunnen ook in de tas. En stel nou dat het heerlijk weer is en de zon gaat schijnen, dan moet ik me natuurlijk wel goed insmeren met... Ja, inderdaad. Dus ook de fles zonnebrand gaat mooi in de tas. Nou, juf Roos, ik ben helemaal klaar om op vakantie te gaan. Oh, wat goed, Gijs. De jongens en meisjes hebben me ook heel goed geholpen met mijn spulletjes in te pakken. Gijs! Zien jij mij soms na te praten? Gijs! Doe jij dit expres? Weet jij waar je op lijkt? Een hele grote papegaai. En, Gijs, daar ken ik nog een heel leuk liedje over. Zingen jullie met me mee? Gijs. Papegaaitje, leef je nog? Ja, ja, meneer, ik ken er nog. Ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Oef. Heel goed, applaus voor jezelf. Ik ga niet, Oh, nou vertel, Gijs.
was. Nou, ik ging het hondje bij buurman Hendrik brengen. En wat denk je? Het hondje was al die tijd al van buurman Hendrik. Echt waar? Hij was achter een kip aangegaan. Oh. En toen is hij over een hek gesprongen. En toen kon hij niet meer terug. Nou, wat fijn zijn ze dat het baasje van het hondje is gevonden. Ja, trouwens. Ja? Hoe gaan we nou eigenlijk naar de boerderij van Tante Te? De bus gaat rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. En juffrouw, hoe gaat de deur? Oh, de deuren. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. En de lichten? De lichten van de bus gaan aan en uit, aan en uit, aan en uit. De lichten van de bus gaan aan en uit, als de bus gaat rijden. Inderdaad, en we weten ook waar we naartoe gaan op vakantie. Naar de boerderij van Tante Jesse, Tulp. Heel goed, Tof, Gijs, heel goed. Nou, dan kunnen we gaan, Gijs. Ja, nou, dag! Bedankt, Leel. Gijs! Gijs! Ja? We kunnen toch niet zomaar weggaan? Oh! Tuurlijk! Nee. Nee, we kunnen niet zomaar weggaan. Nee, precies. We kunnen er wel even een feestje van maken samen met alle jongens en meisjes. Missie. Een applausje voor jezelf. Supermooi gezongen. Wauw, wat een feestje. Ja, die jongens en meisjes hebben heel goed meegedaan. En de opa's en oma's en ooms en tantes waren wel een beetje... Ja, hoe zou ik dat eens noemen? Stil. Ja. Ja, weet je wat, Gijs? Laten we het gewoon nog een keer doen. Maar dan wil ik wel dat alle papa's en mama's, opa's en oma's allemaal meedoen. Dus kom maar lekker staan. We gaan het gewoon nog een keer doen. Maar dan met z'n allen zingen. Ja, zorg maar lekker dat papa en mama met jullie meedansen. Zorg voor genoeg ruimte. En dan wil je weer helemaal de andere kant van de hal horen. Ik ken hem nu ook. Heel goed, Gijs. Oké, zijn jullie klaar? Oké, nou, dan gaan we dan. Komt-ie. Gooi je lichaam vooruit en dan weer achteruit. In, uit, gooi het er maar uit. Doe de hokie-pokie en draai maar in het rond. Stap maar op de grond. Gooi je rechterarm vooruit en dan weer achteruit. In, uit, gooi het er maar uit. Doe de hokie-pokie en draai maar in het rond. Stap maar op. Kant ook een schaatsbaan ligt en dan heb je hier nog de biergarten die er heel leuk en mooi aangekleed eruit ziet met heel verschillende soorten lekkere biertjes. Zo moet je dus denken aan Bavaria hier uit Brabant, Le Trap, Fruitage, ken ik niet, Cornet en dan nog een paar andere lekkere biertjes, maar dat kan je dan hier al lekker drinken. We gaan nou lekker verder die kant op. Ja.
dit is dus ons speelterrein voor vandaag. Het winterpodium, dan heb je inderdaad de bierkaarten, de schaatsbaan, XXL. Dus we zitten nou op deze zijde. Aan de andere kant heb je hier ook nog een gedeelte van de schaatsbaan. Een nostalgische draaimolen hebben ze hier. Een stormbaan. Jeu de Boel. Een Tube Slide XXL. De zweefmolen. Winter Wonderland. Nog niet geweest. Maar dat is bij de brug. Curlingbaan hebben ze hier. Een Apres-ski XXL. Ik denk een soort van borstel. Het bolterras waar we nu tegenover staan. En dan heb je nog een escape game. Een snowboard rodeo. Just Dance. En dan heb je nog de cakewalk die we hebben gedaan. De Silent Cinema. Toverhoekje. Dwalende Winterdolhof van Pepsi dus. Even niet om reclame te maken. En dan heb je nog een HelloFresh tent. Die staat naast Kerstmarkt, maar dat is het niet. Die staat meer hier op de hoek. Dus ja, die hebben ze verkeerd erin getekend. Dan heb je nog een game room waar we hebben gestaan. Lucky Cranes, ofwel een claw, snowball. Die zijn omgedraaid. Want de Lucky Crane staat meer op midden en de snowball. Ofwel de Eurobal, die staat dan daarnaast, tussen de Gaming Room en de Lucky Cranes in. Door de Claw en dan een Food Trigger Street. En dat is dus wat we allemaal vandaag hier kunnen gaan doen. In de Brabant Hallen, in Den Bosch. Tijdens de Brabantse winter. Waarvan dat je nog karaoke kan zingen als je wil. Heerlijk. En dan hebben ze hier nog een echte curlingbaan. En dan daar nog de kamelenrace, bekend van de kermis. Ik denk dat deze toevallig van oudsten is. Dat durf ik niet te zeggen. Daar ga ik ook niet over. En dan hebben we hier nog de Apres-ski XXL, het eigen R. Een biercafé van Bavaria. Waar ik er geen reclame voor, maar Bavaria is gewoon een heerlijk bier. Dat is dan zeg maar de Brabantse winter hier in de Brabant Hallen in Den Bosch. I don't know the girl in my eyes. I heard it driving me to sing the songs. I don't know what to say. Oh no, I wanna know this la 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 la. It goes around the world, this la 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 la. It's all around the world, this la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. My inspiration flows into the dream around the time. La 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 la.
The music is cool and it's fun. It's all around us. Oh, sorry, dat is echt vreselijk. Dit nog eens Around the World, la la la. Oh no, la la la. I goes around the world, it's la 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 la. It's all around the world, it's la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. En dat is toch makkelijk. La 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 la. Uit 2009 is vreselijk. Een nummer die je goed kent, dan toch soms net de tekst niet. Ah ja, dan gaan we verder. De kiss. The kisses of the sun, around, 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 around. La 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 la. It goes around the world, it's la 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 la. It's all around the world, it's la 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 la. And everybody's singing la 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 la. La 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 la. En dit is al het simpelste van de hele show. La 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 la. La 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 la. Nou, dames en heren, ik heb het geprobeerd. Maar het klinkt voor geen meter. Vreselijk. Maar dat is kan ook. Hartstikke lachen. Hier, op de Brabantse winter. In de Brabanthallen, in Den Bosch. Dames en heren, echt wel applaus. Maar dat is mijn favoriete nummer. Oké, en dat was het eerste, tweede, laatste nummer? Nee, dat was het tweede nummer. De eerste was Blue Christmas, dat is echt een kerstliedje. Ja, 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 ja. Maar het is voor mij is het gewoon een liedje van hem. Nou, echt wel, dames en heren, complimenten voor Naomi. Echt leuk dat ze dat kwam, hoor. Karaoke zingen. Voor mij moet je dan echt niet al te veel zijn.
Maar het was gewoon even leuk om het gedaan te hebben. Maar kijk wat er eigenlijk meer te doen is, maar het is... Volgens mij zijn we nou eigenlijk een beetje de hallen rond, want het zijn twee hallen. Maar Elvis heeft wel kerstliedjes, want die heeft wel kerstliedjes, maar deze niet. Oh, zeker, deze die niet is op, was geen kerstliedje. Oké. Okay. Nee, maar zo te zien zijn we rond, want het zijn er twee hallen die ze in bezit hebben. En de rest staat allemaal leeg of er is een ander evenement bezig. Weet ik wat waar hoe. In ieder geval, ik ga hier nog wat leuke sfeerbeelden zien. En dan zit het helaas er weer op. En dan gaan we door naar de dag van morgen. Dan gaan we eventjes naar Den Haag toe. Leenwerk, zoiets of dergelijks. Schijnt dat daar een winterkermisje is. En Leiden ook, iets van een winterkermis. Halverwege de komende week in de vakantie gaan we als goed is nog eventjes, in ieder geval ik dan, naar Groningen toe, naar Kerstplaza. En ja, op de ene laatste dag van het oudjaar ga ik nog eventjes naar Walibi Holland, naar de Bright Night. En ja, dan gaan we daar gewoon weer even kijken van wat daar te leven is. Omdat me gewoon vorig jaar heel goed was aangetrokken. Maar dat is sowieso een beetje de planning van de komende week. En ja, ik zou zeggen, goed voor jullie een leuke sfeerbeelden. En ik spreek jullie zo meteen buiten wel weer. Streken bij een hele speciale slee. Een beetje voor de oplettende kijker die wel eens vroeger in de winter Efteling kwam. Toevallig heeft deze slee daar gereden. En dan praten we echt minstens over een jaartje 15 geleden om de nabij. Heeft deze slee in de winter Efteling gereden. Dan kon je als bezoeker in plaats nemen, ben je door lakeien vooruitgetrokken. En leuk dat we dit soort decoraties hier dus tegenkomen. Toevallig, toen ik van de week een promofilmpje keek van de Brabantse Winter, zag ik deze slee voorbij komen. En ik dacht van, verreed, die slee komt mij bekend voor. En ja, het is de slee uit de Efteling, wat vroeger in de winter Efteling heb gereden. Dus hoe leuk is het dat je dit weer tegenkomt. Is daar een paar mensen gek doen, maar dat terzijde. En dan kan je hier nog aan het Rad van Fortuin trekken. En misschien een leuke prijs mee naar huis te nemen. Maar het is een merk dat ik totaal niet ken. Just Six Storm? Ik weet het niet. Ik ken me, zeg me niks. Maar hier kan je dus aan het Rad van Fortuin trekken. En misschien een leuke prijs in de war slepen. We zijn nu op Winter Wonderland aangekomen. Het is niet net zoals Hasselt of Maastricht. Maar er vallen hier hele leuke dingen te doen. Kan je midget golfen hier. Echt midget golfen. Kan je tegen een schop, tegen een berg omhoog klimmen. Survival parcours zit hier. Kan je waarschijnlijk spelen met droog sneeuw. Ja, we hebben weer van die droge humor hoor. Met droog sneeuw. Wat we bijvoorbeeld ook in Amsterdam hadden. In ieder geval, er is echt hier heel veel te doen voor de kleintjes en voor volwassenen. Echt hartstikke leuk.
dames en heren, hierbij hopen we dat we hebben genoten van deze leuke winterse video. Dit keer hier dus vanaf de Brabantse winter op de Brabanthallen in Den Bosch. Het is een leuk concept, een mooi concept. Sowieso leuk voor de eerste keer neergezet. Volgens mij was het ook wel eens een keer bedoeling geweest om Breda te duiken. Maar Breda niet doorgaan vanwege corona. Ja, doe ook niks aan. Maar het is echt leuk aangekleed, mooi aangekleed. Hier en daar toch wel wat kleine kritspuntjes over bepaalde bordingen. Denk van, het is te vlak. Probeer de mooie 3D, mooie 3D-achtig iets in te krijgen, zodat het echt gewoon uitspringt. Entryport is ook echt leuk gedaan, maar probeer iets meer met 3D-effecten en weet ik wat. Morgen ga ik nog eventjes naar Den Haag toe, naar Den Haag Leeuweg. Dat is een soort van winterkermis, winterland. In ieder geval, daar gaan we daar nog even naartoe. Ik heb vernomen dat er in Leiden nog een nostalgische kermis is. Daar gaan we ook nog eventjes naartoe. Als het goed is, halverwege de week. Dat is dan een of twee dagen na de tweede kerstdag. Als het een beetje mee zit, gaan we dan nog eventjes naar Martini Plaza toe. Ofwel naar Kerstplaza in Groningen. Vorig jaar was me dat goed bevallen. Nou, kijk wat er dit jaar staat. En dan volgende week gaan we dan richting Walibi Holland toe. Bij de Bright Nights. Ofwel, het zit nog boordevol met leuke video's. Als je het niet gedaan, vergeet u even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube kanaal Dutch Coast Community abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, allrides en offrides vanaf camps en pretparken. En hier vanaf de Brabant Hallen uit Den Bosch, van Sertogenbosch. Zeg tegen doei, punt. En tot de volgende keer. En houdoe! En oh ja, nog een fijne feestdagen alvast. En tot in het nieuwe jaar misschien. Maar ik zou zeggen, tot de volgende video.